Kunt u zich in het kort even voorstellen? Ja, ik ben Richard van den Bovenkamp. Ik woon op het Nijrees met mijn vrouw en mijn dochter. Ik ben raadsvolger bij Democraten.nu. U bent Almeloer en u staat op de Overijsselse kandidatenlijst voor Code Oranje. Voor wat betreft de verkiezingen voor de aankomende Tweede Kamer. Ja. Waarom staat u daar? Dat is omdat ik het gedachtegoed van die partij heel goed ondersteun. Zij willen bijvoorbeeld middels referenda de burgers veel meer betrekken bij besluiten. En dat vind ik zelf ook belangrijk. Ja. Wie heeft deze partij opgericht? Dat is Bert Blasé geweest. Dat is op dit moment de burgemeester van Heer Hugo Waard. En wat zijn uw verwachtingen ten aanzien van de plaats op uw lijst? Ik verwacht, om heel eerlijk te zijn, dat de kans echt heel klein is dat ik in de Tweede Kamer kom. Maar ik verwacht dat Richard de Mos, dat is onze nummer 1 lijsttrekker, dat die er wel in komt en samen met één of twee anderen. Want op welke plaats staat u nu? Ik sta in Overijssel, dus ook Almelo, op plek 11. En daarmee ben ik de hoogst genoteerde Almeloer op alle lijsten. Stel dat u gekozen wordt. Ja. Wat hoopt u dan te bereiken voor Almelo of Twente? Nou, wat ik heel erg belangrijk vind, ik woon hier nu bijna 5,5, 6 jaar. Dat we moeten ervoor zorgen dat de zonneparken, die moeten minder aandacht krijgen. Maar we moeten veel meer zonnepanelen op bedrijfstaken leggen. Want het is gewoon zonde van het mooie Twentse landschap wat we hebben. Dus eerst alle bedrijfstaken volleggen met zonnepanelen. Dat vind ik veel belangrijker, dat we nu allemaal zonneparken aanleggen middels buitenlandse investeerders. Terwijl het hartstikke zonde is van het landschap. En daarbij komt, als je nu de bedrijfsdaken vollegt met zonnepanelen, profiteren de lokale Twentse ondernemers er ook gelijk van. Ik begrijp dat wethouder van Mierlo al bezig is met het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Ja, klopt. Maar XL-park bijvoorbeeld, dat ligt nog helemaal niet vol. Oké, dan even een volgende vraag. Wilt u ook kandidaat zijn voor de Provinciale Staten? Nee, ga ik niet vanuit. Nee. Oké. Dan stel dat u niet gekozen wordt. Ja. Wat gaat u dan doen? Dan blijf ik actief voor Democraten.nu, de lokale partij in Almelo. En ik verwacht eigenlijk dat wij volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste lokale partij in Almelo worden. Ja. Samen met Fred en Marcel. Wat is de reden dat u de overstap maakt van Democraten.nu naar Code Oranje? Ik maak niet de overstap, want Democraten.nu, daar blijf ik bij betrokken. En landelijk gaat mijn voorkeur inderdaad uit naar de partij van Richard de Mos. Dat klopt. Dus als u gekozen wordt, stapt u uit Democraten.nu? Ja, dat klopt. Maar nogmaals, die kant is wel heel klein. Stel dat u toch gekozen wordt. Ja. Wie gaat u dan opvolgen in de fractie van Democraten.nu? Ja, we hebben nog genoeg andere mensen die heel erg betrokken zijn bij Democraten.nu. Maar wie dat zou worden, dat weet ik niet. Ja.